De hoodie is back. Of de hoodie brengen we back naar de buurt. De plek waar de hoodie zijn sauce krijgt. Waar hij betekenis krijgt. Waar hij zijn waarde aan ontleent. Het is belangrijk om hierbij stil te staan. Zodat we collectief bewuster worden. Van de relatie tussen urban culture en de plekken waar die culture ontstaat. Dagelijks geleefd wordt. En geproduceerd wordt. Het is niet voor niets dat die geografische bepaling al in de naam zit. Urban culture, street culture. Dus het is belangrijk om dat te benoemen. En we zitten hier in het pand van waar voormalig legendarisch barbershop Chic zat. En is een iconische en legendarische barbershop hier in de stad, in West. En je zou kunnen zeggen dat we hier in de ruïne van de culture zitten. Het gegeven dat, dus, dat deze space leeg staat en dat wij hier tijdelijk zitten, zegt iets over de tempo waarmee de buurt verandert. Als dit de plekken zijn waar de culture leeft, wat gaat het gevolg zijn van diezelfde culture als de buurt deze komende 5 jaren compleet gaat veranderen? Wat voor impact gaat dat hebben over die culture die we met elkaar leven, met elkaar ademen?